Zo tegen het eind van de vorige eeuw waren MPV's helemaal hot. Iedereen wilde een MPV hebben, elk merk wilde een MPV hebben, anders stelde niet eens meer mee. Dat waren grote, hoekige auto's waar functie voor vorm ging. Auto's die heel flexibel waren in het interieur. Het kon alle kanten uit, je kon schuiven, je kon klappen, je kon erin wonen, je kon ermee transporteren. Die auto's zijn zo goed als uitgestorven. Ineens wilde iedereen een SUV, toen wilde iedereen een crossover, maar toch zijn er nog stiekem wat MPV's te vinden als je goed zoekt. En toevallig hebben we er net eentje in de duurtest, deze fantastische ID.Buzz. En toen dacht ik, hey, eindelijk weer een MPV. Maar nee, die was er bij Volkswagen al eerder, namelijk de Multivan. Dus leek me een leuke gelegenheid om die auto's bij elkaar te zetten en kijken wat je daar nou allemaal mee kunt uitspoken. Het ligt voor de hand om deze Multivan uit te schelden voor een bestelbusje met een personenuitvoering van binnen, maar dat is te kort door de bocht. Het was vroeger wel altijd zo overigens, maar deze nieuwe Multivan, sinds anderhalf jaar op de markt, is dat beslist niet. Dat is het neusje lijkt wat langer. Hij is van achter heb je andere achterlichten, echt van die liggende achterlichten die meer personenauto maken. En dat is natuurlijk allemaal leuke praat, maar het is ook werkelijk geen transporter meer. Want waar ooit de Multivan een transporter was, je moet je voorstellen, de huidige transporter staat nog steeds op hetzelfde platform als de T5 uit 2003. Maar deze auto staat op MQB-platform, hetzelfde platform als de voorwiel aangedreven Volkswagens met een motor dwars voorin. Een Golf, een Passat, noem maar op. En dat betekent, nog veel belangrijker, dat deze auto ook kan worden uitgevoerd als plug-in hybride. Sterker, in Nederland is hij er alleen maar als plug-in hybride. En dat maakt dit een interessant alternatief voor die ID.Buzz. Ja, en dan het snoepje van de hele wereld op dit moment. Want, oh, wat vindt iedereen hem leuk. Echt iedereen kijkt naar die auto om. Zelfs mijn vriendin noemt het een doppie. Dat woord gebruikt ze normaal gesproken alleen maar voor puppies en voor kittens. Ik heb het nog nooit tegen me horen zeggen, maar dit is volgens haar een doppie. Ja, iedereen kijkt er naar om. Het is een auto waar lang genoeg aan gewerkt wordt. Het noemt gerust de Volkswagen ID eindelijk. Want in 2001 al kwam er een conceptcar die gebaseerd is op de T1, de originele transporter, het spijlenbusje. 2011 kwam er opnieuw een conceptcar. Opnieuw werd gezegd, die komt er echt. 2016 kwam er een. 2017 kwam eindelijk de ID.Buzz concept. En hier staat hij dan eindelijk echt productie klaar. Sterker nog, hij is geproduceerd en rijdt gewoon rond de ID.Buzz. Volledig elektrisch. Het alternatief voor de Volkswagen bus, maar dan helemaal voor de toekomst. Ja, een MPV voor de jonge kijkers staat voor Multi-Purpose Vehicle. Daar kun je dus alles mee doen, zoals ik net al zei. En dat betekent ook heel veel flexibiliteit achterin. Dit is toch maar de korte versie. Deze is 4,97 meter lang. Neem je de lange versie, is 20 centimeter langer. Helemaal op de overhang achter dus. Extra veel ruimte achterin. En dit is de Life. Standaard is het een Style, deze Multivan. En dan is hij 5-zits. Dit is de Life, die is 7-zits. Heel veel leven aan boord dus. En dat kan alle kanten uitletten. Nou, je ziet een hele ruime achterbank. Kom daar maar eens om tegenwoordig in een crossover of in een SUV. Dat is echt serieus ruimte achterin. Ik ga eens eventjes zitten. En dan zie je dat zelfs ik als lange vent daar prima zit op de derde zitrij. Kijk, daar doe je het natuurlijk voor. En je kunt natuurlijk degene voor je een trap in zijn rug geven. En dan gaat hij maar net naar voren. Heb ik nog veel meer beenruimte. Nou, in mijn geval, ik heb ze helemaal niet nodig. Ik ben maar alleen vandaag. Maar ik heb wel een fiets bij me. Ja, natuurlijk niet voor niks net meegenomen, die fiets. Dus, kijk. Je haalt gewoon de hele tent leeg. Het is een 7-zits, maar theoretisch, omdat deze stoel helemaal naar voren kan, bijna dan, zou je er een 8-zits van kunnen maken als je een extra stoeltje zou bestellen. Zo, die moet je niet op je tenen krijgen, zeg. Het is serieus meubilair. En weer een stoel minder. Ik hoop dat ik zo meteen nog weet welke waar stond. Ik voel een fast forward aankomen in de montage. En dan zul je zien dat je hopelijk een grote garage hebt. Want dan moet ik wel ergens staan dit, als je met de fiets op weg bent. Maar
Deze vogel gaat rechtop, hoppakee, zo achterin. Even vastbinden en op naar de mountainbikebaan. Ja, en dan de ultieme proef. Hoe multiple purpose is de ID Bus ten opzichte van de Multivan? Nou, hij heeft geen derde zitrij, is ook niet bij een duurdere versie leverbaar. Dat komt later als er een langere versie van deze auto komt. Dus deze is er alleen als vijfzitter. Mocht je zitten hopen nou dat ik ga lopen sjouwen en vloeken met allemaal meubelstukken die zwaar zijn, dat gaat niet gebeuren, want deze zitten gewoon echt vast. Je kunt ze wel in de lengte richting een beetje verschuiven, dat kan dan weer wel. Zo multiple is je er wel weer, maar het kan er gewoon niet uit. Dus de boel moet plat als ik mijn fiets mee wil nemen. Dat kan uiteraard wel, dat gaat vrij makkelijk. Hop, naar voren. En andere kant hetzelfde verhaal. Ja, een elektrische schuifdeur die heel langzaam gaat voor mensen met geduld. En dan gaat dit ook plat. Maar daar is het dan, het kan er gewoon niet uit. Dus je hebt een hoge vloer, dus die fiets rechtop zetten kan ik wel vergeten. Ja, en hier geen derde zitrij betekent uiteraard wel heel veel diepte in die kofferruimte. Dat dan weer wel. Maar ook hier zie je het al, heel erg hoog is die. Dit kun je opklappen, dan heb je wat meer diepte weer. Dit kan er allemaal uit. Ook deze vloer kun je eruit schroeven, dat is een enorm werk. Dat ga ik nu even niet doen, dan kan hij wat lager komen. Maar je blijft natuurlijk met die banken zitten. Oké, daar komt de fiets. Ja, rechtop kun je uiteraard vergeten. Misschien met een kinderfietsje. Maar dit gaat natuurlijk wel. Maar ja, als je wel twee fietsen mee moet nemen, moet je ze op elkaar stapelen. Dan krijg je krassen en beschadigingen, dus er moet weer een dekentje tussen. Dus het kan zeker wel. Het is natuurlijk een stuk beter dan een personenauto. Maar ja, die Multivan heeft voor dit soort dingen toch wat beter in de praktische bruikbaarheid. Bovendien, deze auto's, detail, maar deze auto heeft hele lichte bekleding. Dat ziet er hartstikke leuk en vrolijk en zomers uit. Maar ja, als je spullen mee sjouwt, wat je een auto toch graag wil doen, het is erg vlekgevoelig. MQB-platform betekent natuurlijk ook dat je auto wel aanvoelt als een personenauto. Het is wel wat hoger natuurlijk, maar voor de rest het comfort, het onderstel is wel echt personenauto-achtig. En dat maakt het een, ja, meer prettiger dan zo'n oude Multivan die toch meer een bestelwagen was. En dan de aandrijflijn, het is een 150 pk TSI die hulp krijgt van 118 pk Electra, wat samen zo'n 218 pk levert aan gecombineerd vermogen en dan 350 Newtonmeter aan koppel. Dat is ruim voldoende om lekker vooruit te kunnen met deze auto. Het accupakket meet 17 kWh en daarmee zou je zo'n 50 km volledig elektrisch kunnen rijden, mits je niet boven de 130 gaat, want daarboven gaat de elektromotor, de benzinemotor gewoon aan, of je dat nou wilt of niet. Het is gewoon een hele grote ID3, ID4, ID5, wat jij maar wilt natuurlijk. Het is een rijkarakteristiek, is dat helemaal niet anders. En nou ja, de aandrijflijn 150 kW op de achteras, 310 Newtonmeter koppel. Kom je prima mee vooruit, is niet zo absurd snel of zo, zoals sommige elektrische auto's, hoeft ook helemaal niet. Laden kan met 170 kW. Met een volle accu zou je volgens WLTP 410 km kunnen halen. Dat hebben we met deze auto nog niet gehaald. Wij hebben tot nu toe zo'n 340, 50 weten te halen. Het wordt nu iets warmer, dus er zullen een paar kilometers bijkomen. Ja, praktisch is hij natuurlijk wel, maar als je hem dan naast zo'n Multivan zet, dan heeft hij nog wel wat winst te halen. Ja, zo'n Multivan is een stukje praktischer. Dus als je echt daarop gaat, zul je toch voor de Multivan misschien moeten gaan. Tenzij je echt voor het smoeltje van deze auto gaat. Want ja, het doppie blijft een doppie natuurlijk. Hier trek je echt blikken mee voorlopig.
Dus voor het volledig elektrisch werk moet je natuurlijk hier zijn. Maar ja, als je toch wat meer praktisch ingesteld bent, dan ben je bovendien nog een stukje goedkoper, ook nog met die multivan.